Elk jaar reikt het Prins Claus Fonds 11 prijzen uit aan organisaties of individuen die een hele bijzondere bijdrage leveren aan cultuur en ontwikkeling. Dus het gaat om zowel de artistieke kwaliteit van de uiting als de impact daarvan op de gemeenschap. Eloisa Cartonera combineert een heleboel aspecten. Ze hebben de crisis 10 jaar geleden opgepakt als een kans om prachtige boeken te publiceren. Daarin publiceren zij literatuur en gedichten van vooral ook jonge schrijvers uit de regio die nergens anders gepubliceerd worden, omdat de grote uitgeverijen dat niet rendabel vinden. Ze kopen karton op van cartonera's. Daarmee maken zij kaften van boeken. Die boeken zijn daardoor heel goedkoop, voor iedereen toegankelijk. Wat ze eigenlijk willen is dat dit soort belangrijke literatuur en gedichten ook door iedereen gelezen kunnen worden. En wat ze dan ook nog doen, ze beschilderen die boeken dan met de hand, zodat het ook een heel mooi handgemaakt product wordt. Los libros de Eloisa Cartonera son muy, muy sencillos, muy lindos, muy fáciles de hacer. La idea también es que lo pueda hacer cualquiera y bueno, el libro se hace en 3 o 4 pasos. El cartón siempre se lo compramos a los cartoneros, todos los procesos que generalmente se hacen de manera industrial en cualquier editorial, nosotros lo hacemos manualmente generando trabajo para los compañeros. Tenemos un sistema de distribución diferente, distribuimos los libros de muchas maneras, en librerías, en nuestro taller. También viajamos mucho por las distintas provincias de Argentina. Siempre hacemos talleres en escuelas y en las plazas y estamos en todos lados. Así que también los escritores son bastante difundidos. Eloisa Cartonera es una editorial muy querida porque, bueno, hacemos los libros con mucho cariño. Eso es lo principal, siempre lo decimos y aparte es cierto realmente.